hebben er 4 jaar lang op moeten wachten voordat er een nieuwe Soul Calibur deel in de winkels lag. Wordt het wachten beloond of kunnen we de game beter meteen vertrappen? De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe Soul Calibur 5 speelt. Laten we vooropstellen dat Soul Calibur vertrouwd aanvoelt. Ben je een fan van de vorige games, dan moet je dit nieuwe deel ook aanschaffen. De game gaat goed met de tijd mee door met vernieuwingen te komen. Dit met als doel dat het spel nog sneller en dramatischer aanvoelt. En dat is absoluut gelukt. Dankzij de Critical Edge kun je spelers krachtige, dramatische aanvallen laten uitvoeren nadat een balk vol is gelopen. En sta je achter in een wedstrijd, dan moet je er ook vooral niet opgeven, want dankzij een Critical Edge kun je zo weer terug in de wedstrijd zijn. Verder is het quicksteppen ook een aangename nieuwe toevoeging. Dankzij deze toevoeging kun je snel en eenvoudig aanvallen van de vijand ontwijken. Ook andere kleine aanpassingen komen de gameplay allemaal ten goede. Zo kun je de vijand nu uit de ring slaan. Doe je dat 50 keer, dan speel je een trofee vrij. Ideaal dus voor de trophy hunters. Voel je je nu een beetje verloren als nieuwkomer in de Soul Calibur serie? Dan kun je altijd de moeilijkheidsgraad instellen of de trainingmodus volgen. Ook als noob kun je je prima uit de voeten maken in dit nieuwe deel. Behalve aanpassingen in de gameplay kent Soul Calibur 5 ook andere vernieuwingen. Deel 4 had wel een verhaalmodus, maar in die game volgde je per karakter een apart verhaal. Dit idee is op de schop gegaan in Soul Calibur 5. Nu speel je een doorlopend verhaal dat draait om één personage, namelijk het nieuwe gezicht Patroklos. Of eigenlijk twee, want het gaat ook over zijn zusje Pyra. Hoe dat allemaal uitpakt gaan we niet uit de doeken doen, want we gaan natuurlijk niet spoilen. Behalve het verhaal zijn er ook nog een paar andere modi offline speelbaar. Er is net zoals in het vorige deel weer een arcade modus aanwezig, alleen heeft deze nu 6 stages, 2 minder als zijn voorganger. In een route door Europa of Azië kun je aan de slag met jouw favoriete karakter. Het principe is simpel, je moet 3 rondes overleven. Verder kun je nog met een versus modus aan de slag. En er is de Legendary Souls modus, hierin vecht je tegen een computer met een hogere moeilijkheidsgraad. Toch zijn er offline niet heel veel opties te verkennen en heb je, als je geen vrienden in de buurt hebt, het snel gezien. Alles staat of valt dus met de kracht van het online gedeelte. Het online gedeelte was voor het eerst speelbaar in Soul Calibur 4, maar toch viel dit onderdeel niet bij iedereen in de smaak. Zo kon je als nieuweling online komen en meteen werd je keihard ingemaakt. Deel 5 is gelukkig flink verbeterd en alles is aanpasbaar. Zo kun je selecteren tegen wat voor tegenstander je wilt vechten, van welk niveau en uit welke regio. Dus wees niet bang, je kunt vechten tegen wie je wilt. Schrik alleen niet als je tegen een bijna naakte kolossale man moet vechten met een enorm groot geslachtsdeel. Je kunt namelijk van alles tegenkomen dankzij de Character Creation modus, waarin spelers hun eigen vechters kunnen aanmaken. We moeten het gewoon toegeven, het 4 jaar lange wachten is beloond. Het nieuwe deel ziet er super gelikt uit en speelt heerlijk. Enerzijds voelt het vertrouwd aan de andere kant zijn de vernieuwingen voelbaar. Deel 5 is dynamischer geworden door de quick moves en de dramatische impact is goed zichtbaar door de Critical Edge. Offline heb je het snel gezien door een te korte verhaalmodus, maar online kun je uren uit je dak gaan. Het online gedeelte is vele malen beter dan het vorige deel en daarmee overtreft Soul Calibur zichzelf. Deel 4 kan dus de ring in. 2012 staat voor fighting liefhebbers helemaal in het teken van Soul Calibur 5.